Als je dit Bing nu zegt, dan maakt hij je nooit manager. Bing, iemand vraagt me iets. Hallo, hang gewoon op en luister naar me. Ja, Bing. Het is ineens heel erg druk. Ik bel je straks terug. Bing moet dit toch weten? We kunnen niet bewijzen dat Job dit gedaan heeft. Als ik hem laat zien wat ik aan informatie op die laptop heb gevonden, dan zegt dat genoeg. Ik leg je dus net uit dat dat niks zegt. Zeker niet over Job. We hebben hem allebei achter die laptop gezien. Precies op het moment dat het programma is gewist. Oké, ik vind Job ook een eikel. Echt. Maar ik geloof gewoon niet dat hij dit expres zou doen. En het probleem is dat ik denk dat Bing dat ook niet gelooft. We kunnen gewoon niks bewijzen. We hebben hem allebei achter die laptop gezien. Ja, maar heb je ook gezien wat hij heeft gedaan? Misschien was hij wel zijn mail aan het checken. En dan nog, je vriendinnetje dat je verhaal bevestigt. Nou, lekker geloofwaardig. Ik bedoel, vanuit Bing dan, hè? Job die zegt sowieso dat hij er niks van weet. Het is gewoon zo oneerlijk. Ja, dat is het ook, liefje. Oké. Ik ga alles opnieuw invoeren. We moeten naar die babyshower. Ik moet iedereen bellen om te vragen hoeveel uren ze gewerkt hebben deze maand. Bing die wil die gegevens voor 6 uur hebben. Kan jij mijn bardienst overnemen? Ja, tuurlijk. Je bent de allerliefste.